met de zeg. En bevalt een beetje het burgemeesterschap? Zo en zo. Pas op, dat is niet onderschat. Nee, dat zal wel. Dat is... En is de voltijdse bezigheid? Of wat heb je? Twee gemeenten. Ah ja, wat het einde aan... Een Nevelen. Een Nevelen, ja. Dus, zijn dat speciaal voor fusie? Ja. Nee, we waren er allemaal... Hierachter, in de Brussel. Je mocht er een keer op gaan zitten eerst. Erop gaan zitten. Ik kan er natuurlijk mijn sneeuwschoenen aan, maar dat niet. En mijn broek is nog nat. Ja, dat... Oké. Maar compenseert dat wel door een $1 million smile. Ja. Ja, moet ik hier achter de stoel staan ook? Mag ik je mijn fiets al meepakken? U mocht uw fiets aan meepakken. Kan je zeggen waarom? En zijn met de fiets gekomen van ja, morgen? Natuurlijk. Wat? Allee, en hoeveel, weet dat, hè? Hoeveel kilometer heb je gereden? 15. 15? Ah. Ja. 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 Ben je niet uitgekleed? Nee. Amai. En is dat al de dagen zo weer fietsen? Maar, we zitten in een brandweercollege in Gent. Ja. Dus hebben we het alle week een keer in Gent. En kijk nu aan mijn 8 uur vergadering. En... Ja, wat is, hoe laat zijn dan niet vertrokken? Om 6 uur. Om 6 uur? Oh, ja, zo van. Ja, ik ben vroeger vertrokken. Ja. En moet ik hier achter de stoel staan ook? En hoeveel kilometer fietsen zo in de maand? Het al kilometrieks neem ik aan. Het is de koersfiets. Nee, elektrisch. Ah, elektrisch. Ah, oké. Okay. En een speedpedelec of een gewoon? Speed. Speedpedelec, ja. Dan is het goed te doen. Hè. Dan zijn die hier op een klein half uur zijn hier. Normaal ben ik hier op 25 minuten. Ja, oh, ja, ça va, hè. Dus... Oké. En wat zijn uw belangrijkste... Wat wil je doen in de gemeente? Ja, we willen... We moeten eerst als fusie gaan integreren. Eén gemeente gaan maken. Ja. En dan zijn we bezig met een ons theater dat opent. Het Leidtheater. Okay. Fantastisch ding, echt waar. Dat is nog een paar leuke dingen. Okay. Maar we zijn ook enorm veel bezig met fietsbeleid, hè. Veel fietspaden. Ja. Het fietsen al weg tussen Deins en Gent. Nu gaan we hem doortrekken naar Kortrijk. Er komt een heel grote fietsbrug over de Vlaardingslaan. De grootste van West-Europa komt daar. Ja. We hebben dat binnengehaald met Europees geld. ja, dat is wel geestig. Hè. Ja, het zal wel. En dan... Nu zitten we ook met de aanleg van de molens van Deins, echt een grote fabriek. 100 camions per dag die eruit gaan en die nu een reconversieproject krijgen. Dus dat moet een beetje de graslijn van Deins worden. Zo. Nee, gaat die werken. En dan de Brielport weer in de picture zetten, dat is ook een uitdaging. Allee, vraag naar Lori. Kijk, al onze inwoners die gaan zeggen van hey, waarom al die burgemeesters en kostuum aan. En ons niet. Waar is zijn kostuum? Hij zijn sneeuwschoenen. En met die naam gaan zien. Oh ja, maar ja, hij was met velo. Dat is geen... Dank u wel, hè. Graag gedaan.